Je wilt je les delen met collega's aan het begin van het schooljaar. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Graag leg ik je een aantal mogelijkheden uit. De eerste manier is om je les te plaatsen in de schoolmap. Zo kunnen al je collega's binnen de school toegang krijgen tot de les. Klik op de knop Bestandsbeheer en vervolgens Opslaan als. Sla je les vervolgens op in de schoolmap. Een andere optie is om je les te delen via een URL. Hiermee krijg je een weblink die je kunt delen via verschillende platformen. Klik hiervoor op het bestandsbeheer en vervolgens op delen. Kopieer de link door op het icoon achter de link te klikken. Daarnaast kun je de les ook delen via e-mail, zodat alle collega's een mail ontvangen met een link naar de les. Je opent altijd een kopie van de les. Waardoor de les van je collega nooit overschreven kan worden. Wanneer je het vervelend vindt om een gedeelde les steeds opnieuw op te slaan, is er de mogelijkheid om samen te werken met een parallelleerkracht in hetzelfde account. Maar let op, als je voor deze optie kiest. Kunnen bestanden worden overschreven als je tegelijkertijd in hetzelfde account werkt? Deel eenvoudig je lesmateriaal met je collega's op de manier die het beste bij jou en je team past.